Goedenavond, FC Rijnmond is er vanavond. Onder andere hier met Henk van Stee, technisch manager van Sparta. Welkom Henk. We gaan het zo meteen uitgebreid over je club hebben uiteraard. Ook over jouw club, Ruud, dat is namelijk dezelfde. Ruud van Os en Emiel Schelvis. Nou ja, jij bent ook een aanhanger van Sparta, toch? Zo is het. Met deze drie mannen aan tafel gaan we het vandaag doen. Geen eredivisie voetbal natuurlijk het afgelopen week einde. Omdat het Nederlands elftal bij elkaar was voor de EK-kwalificatie. Er werd gewonnen in de Kuip van Wit-Rusland. Maar gisteravond in Amsterdam ging het op het laatst mis tegen Duitsland. Henk, jij was daarbij. 3-2 nederlaag voor Oranje. Had Nederland niet toen het zo knap terugkwam tot 2-2, niet lekker de boel op slot moeten gooien en denken, we koesteren dat puntje? Ja, dat is heel makkelijk gezegd, maar dit past niet bij het Nederlands voetbal. Wij willen altijd aanvallen, wij gaan voor die derde. En stel je nou voor dat we het dichtgegooid hadden en we krijgen die goal tegen, dat iedereen zegt, waar ben je niet voor die derde gegaan? Dus ik vind, als je goed naar de goal kijkt, ik zat trouwens alweer in de terugweg met de auto de laatste 5 minuten. Dus ik heb die goal de volgende dag pas gezien. Maar er waren genoeg spelers achter de bal. Dus ja, het heeft niets te maken met dichtgooien. Het was gewoon onoplettendheid, gewoon naïef verdedigen. Wij zeggen dan namaaksupporter, hè, als je dat doet. Ja, maar het scheelde me wel 2 uur. Dus, aan file bedoel je? Ja, precies. Ruud, wat zegt het dat Berghuis en Vilena, de twee Feyenoorders in de selectie, zowel tegen Wit-Rusland als gisteren tegen Duitsland geen minuten maken? Ja, dat ze bij de beste spelers van Nederland horen, maar niet bij de allerbeste. De 11 die spelen en die 2-3 die daar mogen invallen zijn gewoon beter. Ja, dat is ook geen schande hoor. Frenkie de Jong, Jorginho Wijnaldum doen het gewoon fantastisch bij hun clubs. De een gaat naar Barcelona, de ander is basisspeler bij Liverpool. Ja, en Vilena speelt met alle respect maar bij Feyenoord, zo is het. Ja. Vind je wel, Emiel, dat het frisse, hè, wat het Nederlands elftal toch het afgelopen half jaar met name heeft uitgestraald, dat er ook nog wel steeds is? Tweede helft zeker. Maar goed, even inhakend op wat Ruud zei. Ik had eigenlijk, was toevallig vanochtend even bij de training van Feyenoord. En toen had ik eigenlijk Vilena en Berghuis. Ik had even daar een afspraak. Okay. Ik had wel Vilena en Berghuis daar alweer verwacht eigenlijk. Als je dan toch niet gespeeld hebt. Davy Söderblom neemt gewoon een vliegtuig eerder terug. En is keurig op tijd om zelfs nog bij een wedstrijd te kunnen zijn. Nee, maar goed. Het beeld van het Nederlands voetbal zal niet veranderen. Het enige waar ik me wel een klein beetje. Ik weet niet of je het schema hebt gezien van de EK. Laatste wedstrijd is volgens mij Duitsland-Noord-Ierland. Je moet straks wel achter die Noord-Ieren aan. En natuurlijk hebben wij veel meer kwaliteit. Wat hebben we al zo vaak geroepen. En we zijn ook echt in een goede fase. Maar je moet straks wel die puntjes even gaan inhalen tegen een ploeg die heel vervelend kan voetballen, die Noord-Ieren. Ja, dat is waar. Goed, tot zover even Oranje. Dan nu toch echt met name praten over Sparta, want we hebben Henk van Steen natuurlijk niet voor niets uitgenodigd. Sparta, dat weer wat steviger op de tweede plaats staat na die 1-0 overwinning van gisteren op het kasteel op NEC. Ja, het kampioenschap, Henk, hebben jullie denk ik ergens in het hoofd al aan FC Twente gelaten. Hè? Tweede worden, daar draait het om. Tweede worden wil je ook vanwege het dan wat makkelijker misschien programma dadelijk in die play-offs. Draait het inmiddels inderdaad allemaal al bij jullie om die play-offs straks in mei? Ja, we hadden toch nog gehoopt dat, Go Ahead zou winnen van Twente. En, bij Twente zit natuurlijk alles mee het afgelopen half jaar. Ja, alles valt de goede kant op. En, we hebben ook gewoon een goede ploeg, hè? Ja, wel, maar wij hebben het met name in de uitwedstrijden laten liggen. Ja. En, we zijn natuurlijk wel bezig met al de play-offs. Maar aan de andere kant hoop je toch wat je wat dichterbij kan komen. Hm. Ontpopt Ragnar Ache zich inmiddels als de nieuwe spits bij Sparta? Ja, geweldig. Veldwijk is er niet met Zuid-Afrika op pad. Ik vond het echt knap hoe zo'n jongen die zo lang uit beeld geweest is zich nu manifesteert. Hij kan nog steeds ongelooflijk hoog springen. Scoorde de belangrijke goal. Toen Davy Söderblom inviel, Emiel had het er net al over, kwam uit Turkije terug om toch te kunnen spelen, viel in Davy Söderblom. Ja, ik vond het geweldig om te zien, die twee, Davy Söderblom en Ache, die vullen elkaar goed aan. Dus wat mij betreft, ja, heel opportunistisch misschien, laat maar staan. Aan de andere kant, wat moet je dan met Veldwijk? Die heb je ook nog. Wat moet je dan met Veldwijk? Want die heb je ook nog. Pinchhitten. Maar goed, sowieso denk ik dat Henk van Steen die ontwikkeling ook wel enigszins toejuicht. Want laten we heel eerlijk zijn, dat zijn de jongens die uit de Sparta-school komen, die geld gaan opleveren op termijn. Denk ook aan Diroy Duarte en denk ook aan Haroui. Daar moet Sparta uiteindelijk om toch grote slagen financieel te kunnen maken straks toch van hebben. Ja. Dus ik denk dat, dat ook Henk niet ontevreden zal zijn dat Ragnar Ache, en inderdaad was gisteren opnieuw, bij Almere uit vorige week was dat eigenlijk ook al een beetje zo. Opnieuw een genot om naar die jongen te kijken. En ik geloof ook wel in de tandem hoor, met Davy Söderblom. Alleen moet Davy Söderblom wel iets meer vanuit de Ache gaan spelen. En niet alleen maar met zijn eigen acties bezig zijn. Want dan gaat hij nog veel meer rendement opleveren. Dreigt het inderdaad, Henk, voor Veldwijk? Een rol als pinchitter, misschien wel de rest van dit seizoen? Nee, dat moeten we wel even afwachten. Allereerst, Ragnar heb in de voorbereiding samen met Veldwijk in de spits gespeeld tegen NAC. En toen was het een geweldig koppel.
Ja, dus het kan wel degelijk ook met Agge. Alleen, maar dat ja, was er wel denk ik vanuit een 5-3-2 systeem, hè? Ja, dat maakt ook niet uit, maar ze speelden wel samen. En of we nou dadelijk ook 4-4-2 spelen, dat is aan Henk Vrezen. Maar ik, als Agge zoveel energie erin steekt, dan is dat is een extra kwaliteit. Op het moment dat het 10%, 15% minder is, dan is het ook vele malen minder. Ja, maar dat geldt ook voor Veldwijk. Ja. Ja, maar die hebben misschien wel wat andere kwaliteiten, wat meer scorend vermogen. Ik vind, ach, het doet het goed, daar ben ik heel blij mee. Ja. Maar op het moment als wij 4-4-2 gaan spelen, dan heb je gewoon 3 spitsen nodig. En dat zal de ene week de een spelen, de andere week de 4-4-2, andere. 4-4-2, 3 spitsen? Ja. Met 2 spitsen, maar er zal er eentje daarna staan. Dan zal of Veldwijk niet spelen, of Agge niet spelen, of Davis ook niet spelen. En, ja, met die maar Henk, je kan toch op Agge veel makkelijker doorvoetballen, omdat hij... Veldwijk is echt op de goal gericht. Daar is er niks mis mee, want het is een spits. Maar Agge is nog wel wat. Maar ik vind, het nu veel te opportunistisch. Want jij zegt, verleden week was je al tegen Almere. Als je de eerste helft had gezien, dan was het helemaal niet goed. Maar goed, hij maakte die goal en toen. Ja, maar oké. Dus je hebt hem nu 1 wedstrijd goed gezien. Ja, dus ik vind het te opportunistisch om te zeggen van hij wordt de spits. Nou dat ja, is, ook één dacht dat Veldwijk in Almere op de bank begon. Ja, maar die is daar wel goed ingevallen, Veldwijk. Dus je geeft gewoon de trainer, heb je wat meer opties. En met die na-competitie is gewoon wie heeft de vorm, wie heeft de energie. Wie kan ik op dat moment het beste gebruiken? En daar heb je wel wellicht van, dan hebben ze alle 3 nodig. Dat één maar een halve speelt en niets met die andere. Nee. Maar ik vind het te opportunistisch op basis van de laatste weken. Je punt is duidelijk, je vindt het opportunistisch. Maar het is wel lekker om als club er gewoon 3 te hebben. Zo. Absoluut. Als je er maar 2 nodig hebt. Je promoveren straks in mei. Ja. Het was natuurlijk allemaal wel even puzzelen gisteren natuurlijk. Hè, met die wagon aan spelen die allemaal interlandverplichtingen hebben. Ach. Nou ja, dan zit ik te kijken. Dan heeft Dervizoglu helemaal niet gespeeld met Jong Turkije. Nee. En Veldwijk geloof ik 2 minuutjes met Zuid-Afrika. Dat word je ook allemaal niet echt heel vrolijk van, denk ik. Nee, Duarte niet gespeeld. Harrowi 15 minuten gespeeld. Ja, natuurlijk word je daar niet vrolijk van. Maar aan de andere kant, ik wist zelf, en Henk Vrezen ook, dat wij een prima selectie hebben. En de basiselftal, die onderlinge strijd tussen die spelers is niet zo groot. Het is alleen wat we op de bank hadden. Dat was heel, heel jong. Maar daar staat tegen, jongetje van 16 zelfs. Ja, jongetje van het Villanello. Maar dat neemt niet weg dat jongens als Drenthe en op dat moment Abels en wie hadden we nog meer? Duplan. Ja, dat zijn toch jongens die toch wel gepokt en gemazeld zijn. En, ja, en die met name met die thuiswedstrijden met ons geweldige publiek iets extra kunnen brengen. Geweldig trouwens, Duplan. Hè? Eerlijk is eerlijk, als je dan het hele jaar een beetje verspek en bonen bijloopt en je krijgt dan een keer in zo'n wedstrijd, mag jij opdraven en je laat dit zien, qua intensiteit en qua arbeid, dan bewijs je echt wel uit het hele goede hout gesneden. Ja, cool. Even nog even over Dervizoglu, want we waren toch een beetje aangenaam verrast. Hij pakt dus gisteren 1 vliegtuig eerder vanuit Turkije om bij die wedstrijd te zijn. Dat is prachtig, dan ben je met de zaak begaan. Ja. Tegelijkertijd dacht ik, Henk, dat vluchtenschema was toch niet 's ochtends pas bekend? Dat weet je toch al een half jaar dat dat vliegtuig gaat? Nee, dat was eigenlijk, afhankelijk. Het was afhankelijk of hij zou spelen, ja of nee, bij Turkije. En we hebben gezegd, als hij een hele wedstrijd zou spelen en 's morgens moet vliegen, ja, dan is het haast niet te doen. Maar hij heeft niet gespeeld. Dus wij wisten eigenlijk al avond ervoor, om 9:00 of 10:00, dat hij zou komen. En het is een geweldige jongen. Ja, dit is natuurlijk niet, even los van dat hij een hele prima speler is, is het ook een geweldige jongen met prima ouders. Die heel goed weten wat hij kan en wat hij niet kan en wat voor traject ze moeten volgen om uiteindelijk misschien wel de doorstart te maken. In het begin van het seizoen is er nog wel de Vrezen Dervizoglu fitty geweest, toch? Nee, maar maar als je dat, wat heel leuk is dat zowel Dervizoglu als zijn ouders en Dervizoglu zelf en Henk Vrezen, iedereen wist dat hij conditioneel en fysiek helemaal niet klaar was om hele wedstrijden te spelen. Pas in januari kon je zien dat hij gewoon veel sterker was en dat hij klaar is om arbeid te leveren. Hij heeft in die 6 maanden zo gericht op zijn eigen acties. Precies, Hij heeft deze 6-7 maanden zo ongelooflijk veel geleerd van met name van Rankovic, Nico Jaarling en Henk Vrezen, dat hij die stap heeft gemaakt omdat hij wil luisteren naar de mensen en niet zich gek laat maken door Jan Alleman. Nee, een van jullie, misschien wel jullie allergrootste talent, maar dan zie je toch ook nog, laatste bal gaat hij er geweldig heen, maar als hij hem aflegt is het gewoon een goal. Dan gaat hij vanuit een moeilijke hoek toch nog proberen. He, dat zijn toch wel de puntjes nog. Ja, maar dat zijn wel spelers waar je voor komt kijken, maar ook met grasveld heeft hij nog wat moeite. Ja, omdat het toch wel eenzijdig wordt opgeleid, met name op kunstgas. Dat vind ik ook, dit vind ik weer zo'n pijnlijke 2019 uitspraak. Ja, maar het is echt zo. Wat dan? Hij heeft moeite met natuurgras. Ja. Hebben we het over een betaald voetballer? Ja, maar als jij in een competitie speelt die grote deel van kunstgras wel. Dat gaat me aan het hart. Wanneer gaan jullie trouwens überhaupt weer op natuurgras voetballen bij Sparta? Ik hoop liever nog vandaag. Ja, maar wat houdt het tegen?
Ja, dat denk heeft, je? Dat, ja, geld. Dat heeft met financiën te maken. Maar is dat er niet dan bij Sparta? Nou, we zijn nu... Nou, natuurlijk zat. Oh, ja, bedoel ik. We gaan nu een opleidingsinstituut gaan we uitbreiden op Terbregge. En daar krijgen we ook, daar zijn al grasvelden. Maar dat geeft de mogelijkheid dat het eerst en de rest van de jeugd ook gaan trainen en wellicht spelen op Terbregge. Dus volgend seizoen weer op gras? Het zal 1 jaar duren, minimaal. Maar het tweede seizoen zelf volgend jaar. Ja. Bij Sparta klopt het geld niet. Deze jaar hebben we gehoord, hè? Tweede seizoen zelf volgend jaar. Nee, als dat mij ligt vandaag. Mag je in een seizoen, halverwege in een seizoen van ondergrond verwisselen, vraag ik me sowieso af. Maar ik vind, zolang het geld niet tegen de plinten opklotst op het kasteel en je speelt in de eerste divisie, moet elke cent in de selectie. Dat is heel goed wat je dat zegt. Ja, daar ben ik het 100% met je eens. Ja, technisch manager, kan me voorstellen. Maar ja. Het zal denk ik vaker niet voorkomen deze uitzending. Maar ja, we bij elkaar een eens zijn. Je hebt nog een strategische partner die ook heel graag wil dat jullie op gras gaan spelen. Ja, Ajax. En als je Eredivisie gaat spelen, dan zouden zij, de Kaiserhuizen van deze wereld, wel graag bij Sparta willen laten spelen. Ja, om maar wat te noemen. Laat ik even vooropstellen, want er moet geen misverstand over staan. We hebben een samenwerkingsverband tot en met de onder 15. Dat wij een goede relatie hebben met betrekking... 15 jaar en hoger, dat is ook wel anders, maar dat kan je ook met Feyenoord hebben, dat kan je ook met Excelsior hebben, dat kan je ook met andere clubs hebben. PSV, maar je hebt twee jongens PSV, AZ, maar daarom. Dus ik vind die samenwerking van het Ajax is voor de jeugd, tot en met de onder 15. En de rest hebben we hele goede relaties mee. Zelf met AZ hebben we een uitstekende relatie, dus ik wil me niet vastpinnen van oké, dit is Ajax en die geven die spelers wel aan Sparta. Wellicht, als wij gras hebben, dan hadden wij misschien een streepje voor hebben, maar... Dat moet nog wel uitwijzen. Promotie is gras. Moet even door, heren. We praten zo meteen door. Ook met name over jouw rol dan als technisch manager bij Sparta. 1-0. Dus gisteren de overwinning op het kasteel op NEC. Voorafgaand was er een hele leuke wedstrijd tussen Sparta Legends onderling. Mooie Sparta nostalgie, want rood-wit gaat nooit verloren. Hasbro, kom op! Moet er een paar bukken of alles wat aan de hand van de camera? Achter de camera. Dat is eigenlijk het mooiste. Ik bedoel, hoe oud je bent, maakt niet uit. Pietje de Vries is nog ouder. Die blijft ook lekker fit. Dus dat is ook goed. Je moet bezig blijven. Nou ja, het is toch heerlijk om weer een balletje te trappen. Hè? Op mijn leeftijd. Dat je toch nog eventjes aan de bal bent. Zalig. Echt waar. Ik ben de hele week bezig met een klein geel balletje. Dus het is wel eens heerlijk om met een grote bal te spelen. Ja, maar het is wel leuk. Hè? Toch, als je 80 jaar bent. Hè? En want zijn vrouw heeft tegen mij gezegd en zijn dochter. Stelt hem, belt hem niet meer, belt. Want hij heeft een hartinfarct gehad of zoiets. Maar hij wil hier doodvallen, geloof ik, of zoiets. Het tempo is natuurlijk niet zo hoog. Maar uiteindelijk het plezier onderling is leuk, joh. En je spreekt elkaar, je ziet elkaar weer. Iedereen heeft iets bij deze club meegemaakt en dat brengt je bij elkaar. En uiteindelijk zijn dit de mensen die in de laatste periode, denk ik, iets moois hebben betekend bij die club. Ik zit 41 jaar bij. Hey. Ik heb eerst met Tinus Boslaar gedaan, toen met Dennis Neville, toen met Pim Vissen en toen met Gert de Bruin. En die zijn allemaal overleden. Nou ben ik aan de beurt, denk ik. Je moet niet vergeten, mijn ploeggenoten die leven bijna allemaal niet meer. Die zijn allemaal, helaas hebben ze de pijp aan maten gegeven. Ik ben een van de jongsten, dus misschien die oudere jongens die wel veel verhalen hebben, maar ik heb ze nog niet gehoord, maar het zal zo wel komen, denk ik. Die kleedkamerverhalen en anekdotes, net zoals we hebben daar een etentje aan de overkant en dan is het lachen, gieren, brullen. Het is niet voor de camera bestemd. Nee, maar er zijn er genoeg en vooral de gezelligheid. Mijn oud-trainers, Kopot, Frank Franke heb ik zien lopen, Van de Steen heb ik gezien. Ja, dat zijn leuke dingen, daar kom ik graag voor terug. Wat ik vroeger deed, het zware werk opknappen voor de ouderen, zoals Tony van Heden, weet je wel. Dat doen zij nu voor mij. Ja, heerlijk toch? Maar dat scheelde niet veel. Dat is bijna. Dat was bijna de hoefvlag eruit. Mooi om die oude Spartanen zo bij elkaar te zien. Wij praten door hier met Henk van Stee. Henk, in voorbereiding op jouw komst vandaag in deze uitzending hebben we wat mensen gesproken, wat mensen gebeld. En een van die mensen, ik spreek in meervoud, zeggen: leg Henk eens voor dat hij 1 januari, jongsleden, eigenlijk bij Sparta zijn contract wilde inleveren. Je was het zat. Je wilde niet meer door.
Je was gefrustreerd. Het klinkt iets te zwaar. Dit van in die periode wat meningsverschillen. Dat gebeurt in het huwelijk, maar jij wilde weg. Nee, ik wil een aantal meningsverschillen. Waarover? Over een aantal technische zaken waarvan ik denk dat je dit moet doen om een vervolg te maken binnen de club. Want als je de afgelopen 10 jaar, 8 jaar eerste divisie hebt gespeeld en je gaat door in dezelfde situatie, dan blijf je daarin hangen. Dus je moet iets gaan creëren om iets te doorbreken. En eigenlijk is het algemene beeld is dat de lat veel malen hoger moet dan dat het geweest is in alle geledingen. Kun je één concreet voorbeeld geven waar jij echt tegen aanliep, waardoor jij echt hebt overwogen, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin meer in? Ik wil niet pap en nat houden. Ik wil vooruit en ik wil stappen in maken. En dan moeten er een aantal zaken gebeuren waarvan ik denk dat het goed is voor Sparta en niet voor mezelf. Mooi gezegd, denk ik, maar weer holle frases. Concreet? Ja, wat concreet? Nou, technisch gebied? Dat kan ik hier niet aangeven. Maar het bestuur wil wel pap en nat houden, zeg je dus? Nou, helemaal niet. Ik vind dat ons huidige bestuur in het verleden, die hebben altijd alles gedaan in het belang van Sparta. En die hebben goede dingen en slechte dingen gedaan. Maar ook daarin zou je dingen moeten veranderen. Die weten hun zelf ook nu al. En dat is met het aantrekken van Pim Verbeek. Ja, dat er een voetbaltechnische man zou komen. Is hij de reden dat je er nu nog bent? Nou, ik vind wel dat Pim Verbeek wel heel belangrijk is dat hij er is. Om dingen te doorbreken binnen de club. En ik wil er nog met benadrukken dat die mensen het allemaal heel goed bedoeld hebben. Maar jij wil het professionele? Ik wil het professionele. Je moet dingen doorbreken. Er zijn allemaal mensen die 10, 15, 20 jaar bij de club lopen. Ja. En je moet iets doorbreken om in ieder geval een clubje wordt in middenmoot eredivisie. En er zullen een aantal dingen moeten, in mijn optiek, dan kan je doorgaan in de huidige situatie. Of je gaat dingen veranderen. En veranderingen betekent ook dat je dingen moet gaan creëren die mensen niet prettig vinden. Maar daar ben je ook voor teruggekomen. Daar ben je toch voor teruggekomen. Laten we waken dat dit geen tribunaal wordt. Kan die wel hebben hoor. Maar Henk heeft 10 jaar in het buitenland gewerkt. We hebben hier aan deze tafel, voordat hij die functie kwam, Ruud en ik en nog anderen ook van Rijnmond, gezegd, ja, waarom zo iemand met zo'n staat van dienst, met zo'n achtergrond bij de club, waarom laat je die links liggen? Nou, uiteindelijk is die daar gekomen. Zeker. Of onze lobby daar nou een rol bij heeft gespeeld, weet ik niet. Maar in elk geval, ja, weet je, en hij komt uit professionele organisaties. Hij is technisch manager bij Zenit Sint-Petersburg geweest. Jacques Dadonetsk. Dat zijn geen kleine clubjes, hè? Henk, heeft het jou ook gefrustreerd dat je in de winterstop afscheid neemt van spelers als Verhaar, Spierings, Alhaft, en dat je eigenlijk alleen maar hun salaris mocht investeren om weer versterkingen aan te trekken? Dat je niet echt flink mocht gaan shoppen. Ja, met een leeg portemonnee. We zijn met onze scouting, laat ik wel even opstellen, prima mensen, zijn we heel creatief geweest. Met, ik denk, de 3 spelers die we hebben laten vertrekken. Daar zijn 3 uitstekende spelers voor teruggekomen. Sparta begrippen met een toekomstperspectief. Laros Duarte is een maar ook met name Abels en Faye. Dat zijn 2 jonge jongens waar nog rek in zit. Ja. Maar vooral en Laros. Maar je gaat proberen door te selecteren. Kijk, mijn taak is niet alleen maar de selectie proberen door te selecteren. Ja, je moet in het hele, de hele club moet je doorselecteren wat niet goed is. Of je nou wel Spartaan bent en niet zo Spartaan bent. Je moet doorselecteren om beter te worden. En dat is bij elke club. En dat is niet leuk. Jij bent gebleven. Blijft Henk Vrezer ook trainer van Sparta? Ook al spelen jullie volgend jaar, en dat hopen wij niet, toch weer in de eerste divisie. Ik weet, hij heeft nog een contract voor een jaar. Dat antwoord hoef je niet te geven. Maar is hij trainer van Sparta volgend jaar? Ja, absoluut. 100%. Ja. Ongeacht de competitie waarin jullie Henk Vrezer blijft absoluut Sparta. En we gaan nog steeds vanuit dat we gaan promoveren. Dat moet je gewoon uitstralen als club. En dat moet je willen. En dat doet Henk Vrezer ook. En als dat niet zo het geval is, is hij ongelooflijk teleurgesteld zoals iedereen. Maar dan blijft hij gewoon volgend jaar bij Sparta. We zijn nu al bezig om een plan A of een plan B met het aantrekken van eventuele nieuwe spelers. Afhankelijk van het budget wat vrijgemaakt wordt. Goed, Henk Vrezer dus volgend jaar nog trainer bij Sparta. Die hebben we genoteerd en in de halverwege de seizoen wel volgend jaar speelt Sparta weer op gras. Ja, dan gaan we hier natuurlijk over een jaartje met Van Doren over een jaartje, dat wil iedereen. Reusel Drenthe, mannen, is een van de revelaties natuurlijk dit jaar bij Sparta. Speelt de laatste tijd iets minder, gisteren wel, dan tegen NEC. Maar bij Rijnmond volgen we hem dit jaar als comeback kid in het Nederlands betaalde voetbal natuurlijk nauwgezet. Vandaag op een sportkliniek in Zoetermeer. En nou omhoog zwaaien. Oh! Dat is leuk. Ik weet nog, rondom mijn leeftijd was dit altijd geweldig. Je speelde jezelf helemaal de long uit je lijf. Op het moment dat je thuis was, was je dan ook brak.
En dan lekker slapen, maar dit is leuk. Dit is leuk. Alle sporten een beetje met een racket, zoals tafeltennis. Heb ik altijd wel leuk gevonden, squash. En jij kan tafeltennissen? Ik kan aardig tafeltennissen. Dan daag ik je zo uit, waar spelen we voor? Serieus, jij daagt mij uit gewoon? Waar spelen we voor? Mag ik eventjes, ga ik even inmaken? Ja? We spelen voor wat lekkers. Ja, doe maar een Big Mac menu dan. Spelen we voor een Big Mac menu? We gaan voor een Big Mac menu spelen, maar niet gelijk. Die Big Mac menu, dan wachten we gewoon lekker af. Volgende week kom ik een lekker Big Mac menuetje voor jou brengen als je wint. Bij Rijnmond, als je aan het werk bent. Ja, ja. En zo niet, kom jij eentje voor mij bij Sparta brengen. Is goed, lekker Sparta, Big Mac Sparta vindt het wel oké, okay, Big Mac menuetje. Seb, hallo, ik mag toch eten wat ik wil. Als ik er maar voor zorg dat ik presteer op het veld. Is goed. Ik zou niet te snel aanvallen tegen mij. Gewoon rustig. Zo. Ai, ai, ai. Oké. Huh? Die heb je erop staan, toch? Zo gaat hij er een paar krijgen. Die stiekem op balletjes. Ik begin. 1-0, 1-0. Huh? Met je opie spelen, hè? 3-0, hè? Huh? Nee man, dit is slecht zeg. Ah! Hé joh! Hij heeft eerlijk gewonnen. Hij heeft ook goed gespeeld. Wordt geregeld. We rijden nu de McDrive in. Belofte maakt schuld. Volgens mij is niemand aanwezig, dus ze gaat ook hoor. Het ook geen Big Mac menu. Goedemiddag mevrouw, mag ik een Big Mac menu super size met 2 maal frietsaus alsjeblieft? Belofte maakt schuld. Dus dat gaan we ook maar waarmaken ook. Ik kan in ieder geval niet zeggen dat ik mijn afspraken niet aankom. Mag ik binnenkomen? Ja, jij altijd denk ik. Ja? Hey. Ik heb wat lekkers voor je meegenomen, gozer. Kijk eens. Een Big Mac. Lekker. Frietsaus. Super size. Een super size. Hadden we niet afgesproken. Ja, we gaan niet gierig doen, hè. En een colaatje. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dankjewel, vriend. En ik ga er weer van door, want ik moet gewoon weer verder werken. Ja, nou. Mijn dag is het wil je geen klein patatje mee? Nee, ik ben goed zo. hij is al groot genoeg voor het buiten. Hé, hey, dankjewel. Het is goed, gaan. Ik zie je. Fijne dag. Lekker. Ja, het is een waardig verliezer. Nou, weet je het, hè? Ja. Ja. Ik wat mindere fase door, Mark Royster. Ja. Ik zag hem wel binnenkomen met dat menu, maar ik heb er van Frank niks van gezien. Dat is allemaal van Frank naar binnen gegaan. Onze collega Frank Stout natuurlijk ook gewoon verdiend. Speelt Royster Drenthe eigenlijk volgend seizoen ook nog bij Sparta? Beste technisch manager van de club? Ja, nou, we hebben met Royster een afspraak gemaakt dat we pas na de competitie gaan bepalen van beide kanten wat we gaan doen. Wat zeg je gevoel? Royster die heeft thuis de strijden prima gedaan. Net zoals heel veel andere spelers met uitwedstrijden minder. En dan gaan we zo maar kijken van op wat voor niveau we gaan spelen. En of wij denken dat dan de speler op zich een meerwaarde is, of dat we überhaupt de salarissen kunnen betalen die daarmee gemoeid zijn. Verdient hij veel meer ten opzichte van andere jongens? Misschien wel, maar hij krijgt het niet. Nee, dus. Een bonussysteem, toch? Goed. We moeten het omwille van de tijd, heren, alweer afronden. Dat echt? Is spijt, ja. Dat is niet heel Feyenoord, hè? Nee, dat komt niet vaak voor. Dat we nog een weekje aan voor de Rotterdammers. Ja, we hebben vrijdag weer de gelegenheid voor het Nederlandse Rijnmond. Henk van Steen, zeer bedankt voor je komst. Graag tot een volgende keer. Ruud en Emiel, jullie ook tot een volgende keer. Andere sportzaken dan nu in deze uitzending. En komt er nog een onderzoek naar Dordrecht? Zometeen gaan we wielrennen in Rotterdam. De organisatoren van de Ronde van Katendrecht die haalden wat wielerlegendes bij elkaar. Waaronder Jan Jansen om het seizoen officieel te starten. En die Tour de France winnaar van 1968 reed zelf ook nog een rondje mee. Maar eerst gaan we naar de kinderdag van gisteren bij Feyenoord. Hey, gaan we het toch nog even over Feyenoord hebben. De kameraadjesdag. Vanaf dat ik klein was, vond ik voetbal eigenlijk het allerleukste.
Dus dat heb ik heel veel gedaan. En ja, ik heb het geluk dat het nu mijn werk is geworden. Maar ik zie het eigenlijk niet als mijn werk. Het is meer een hobby. Wat ga je doen na voetbal? Ik denk dat ik niks in het voetbal ga doen. Ik heb vroeger gestudeerd. Ik denk dat ik daarin iets ga doen. Dus iets van belastingadviseur of zo. Op kantoor. Ik ga op kantoor werken. Wat zou je doen? Het is net of je tegen een muur praat. Doe tenminste alles. Ik zal het ook voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Wat zou je doen? Het is net of je tegen een muur praat. Doe tenminste alles. Ja, het Feyenoord-gevoel kan niet vroeg genoeg beginnen, denk ik. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Het kan zeker niet vroeg genoeg beginnen. Het is in december geboren en nou hier. Drie kinderen in Feyenoord nu. Zijn jullie ook allemaal van Feyenoord of moet dat van papa en mama? Nee, ze zelf. Wie is voor Ajax? Ajax. Oh, zo. En de kinderen zijn dan in ieder geval van Feyenoord? Ja. Dollen jullie wel eens met papa als Feyenoord van Ajax wint? Ja. De laatste keer was dat mooi, hè, met die 6-2. Ja. De legende, dames en heren, Jan Jansen. Vandaag hebben we de traditionele opening hier bij Van der Valk Hotel Ridderkerk van het seizoen van Peloton Katendrecht. Dat is de fietscommunity van de Ronde van Katendrecht. We hebben vandaag toerwinnaar Jan Jansen en Koos Moerhout, tweevoudig Nederlands kampioen bij de profs. Het wordt wel bij tijd naar het veld rijden en naar het schaatsen dat de fietsen weer uit de schuurtjes komen. En de lente begint op allerlei manieren toch een beetje te kietelen. Dus je merkt dat mensen er echt zin in hebben. Ja. We gaan lekker op weg naar de Hoekzewaard. Meestal is het kop naar beneden en gaan, maar inderdaad lekker op het gemakje aan, een mooie tocht, mooi peloton ook, een grote groep. En inderdaad zijn we even bij een pauze aanbeland, waar we even van een stukje muziek kunnen genieten. Die accordeoniste die daar iets over zei, ja, was toch wel ludiek, was toch wel leuk, jawel. Dat is ook een beetje de charme van het wielrennen natuurlijk. En dat is prima. Het gaat goed! Ja, het gaat goed! Ça va! Dus hebben we een Bram Tankietje. Oh ja, ik ben te laat, ik moet weg. Heeft u ook, hè, als u zo door het peloton rijdt vandaag, gesprekken over die Tour de France van 68 die u heeft gewonnen? Ja, iedereen begint daarover natuurlijk. Maar ze hebben dat niet persoonlijk meegemaakt, maar mijn vader, zeggen ze dan, of mijn opa, en dat bedanken ze hier van meneer Jansen, bedankt voor uw mooie sportprestaties. Wij hebben ervan genoten. Ja, ik moest wat in het boek schrijven. En ik schreef erin, dankzij ons lieve Heer heb ik de Tour de France gewonnen. Ja, een legende. En in het laatste weekend van mei, dan vindt die Bram Ladage Ronde van Katendrecht plaats. Goed, tot zover de sport op deze maandag 25 maart. Vrijdag zijn we dus terug. We sluiten af, nog één keer, in de Kuip met die kameraadjesdag van gisteren. Waar natuurlijk iedereen voor Feyenoord is. Nou ja, bijna iedereen. Goedenavond. Ja, de kameraadjesdag van Feyenoord. Drie kinderen in Feyenoord nu. Zijn jullie ook allemaal van Feyenoord of moet dat van papa en mama? Nee, zelf. Wie is voor Ajax? Ajax. Oh, zo. En de kinderen zijn dan in ieder geval van Feyenoord? Ja.
Dollen jullie wel eens met papa als Feyenoord van Ajax wint? Ja. De laatste keer was dat mooi, hè, met die 6-2. Ja. Hoe komt het dat papa van Ajax is? Omdat papa van voetbal houdt.